Daarnaast is het ook echt heel makkelijk om tijdens het tv kijken bijvoorbeeld wat oefeningen te doen. Je kan ze isometrisch doen, dus bijvoorbeeld 30 seconden vasthouden in die positie en dan even rust nemen. Maar je kan ze ook dynamisch doen en dan bijvoorbeeld 30 seconden lang de beweging te maken. Ik ga jullie wat voorbeelden laten zien. Ook de squat kan gewoon op de bank, kont aantikken, 30 seconden lang. Of je kan hem isometrisch vasthouden 30 seconden lang. En misschien ligt een beetje veren als je het echt zwaar voor jezelf wil maken. Eén been op de bank. En je kan hem 30 seconden zo vasthouden. Je knie niet voor je tenen. Of je kan hem 30 seconden blijven veren. En dat doe je natuurlijk met beide benen. Dan natuurlijk de buikspieren. Kun je ook gewoon voor de tv doen. Je kan hem 30 seconden zo vasthouden. Goed spanning hier. Geen holle rug maken. Dus je mag hier niks onder kunnen doen. Ik vind het fijn om wat in mijn handen te hebben. Kan je hem zo vasthouden. Maar je kan natuurlijk ook gewoon 30 seconden crunches maken. En dan de hip bridge. 30 seconden zo vasthouden, een beetje binnen de lucht, goed aanspannen. Maar je kan ook voor kiezen dus om 30 seconden zo de beweging te maken. Daarnaast vind ik het ook gewoon leuk om door de dag heen wat kleine oefeningetjes te doen. Bijvoorbeeld je bent aan het bellen of je bent aan het koken en je zit te wachten. Dan kun je net zo goed tegen de muur gaan zitten. Dan train je je beenspieren en dan heb je toch even een oefeningetje weer gedaan. Ik merk dus wanneer ik veel thuis zit, achter de laptop zit, dat mijn nek bijvoorbeeld heel stijf wordt. Wat mij heel erg helpt is om actief je nek te blijven trainen. Het is niet heel charmant, maar je zet je nek uit. En daarna probeer je een goede dikke onderkin te maken. En dat herhaal je dan. Het helpt mij in ieder geval om mijn nek een beetje soepel te houden en dat er niet te veel spanning op je nekspieren komt. Ik hoop dat jullie allemaal wat aan mijn tips hebben gehad. In ieder geval hou vol, blijf gezond en dik knuffel voor jullie allemaal.